Stel, je komt erachter dat je partner afgelopen anderhalf jaar is vreemd gegaan. Je hebt het vandaag gehoord. Ziet je dag er vandaag dan anders uit dan gisteren? Kijk je met andere ogen naar je partner dan gisteren? Stel, je werkt op een kantoor. Je krijgt iedere maand een salaris waar je je lasten goed mee kunt betalen. Je houdt zelfs nog wat over. En je komt erachter dat jouw collega, een heel knap meisje, 10 jaar jonger dan jij, het dubbele verdient. Zul je dan teleurgesteld zijn, boos zijn? Zul je je rot voelen? Rotter dan gisteren, toen je dat nog niet wist? Stel dat je net te horen hebt gekregen dat je een ziekte onder de leden hebt en dat je niet langer dan nog zo'n jaar of 2 of misschien 6 maanden of wat zal het zijn te leven hebt. Terwijl je net zo ziek of gezond voelt als gisteren of eergisteren, zul je je dan rotter voelen? Waardoor voelen we ons goed of slecht? Door de feitelijke situatie. Bijvoorbeeld dat je partner vreemd gaat. Of door iets wat je er zelf van maakt. Is de werkelijkheid, die situatie, is die bepalend voor de manier waarop je je voelt? Of is dat wat je er zelf mee doet, wat je eigen geest ermee doet? Interessante vraag. Want die partner van jou, die al 1,5 jaar vreemd ging, die ging vorige maand ook vreemd. Toen hadden jullie net dat leuke weekendje gehad, waar hij wel iets eerder weg moest. Want hij moest nog weer op tijd op zijn werk zijn om over te werken. Maar het was toch fijn? En van jouw salaris kun je toch goed rondkomen? Dat was toch goed genoeg? Dat was toch prima? Dat iemand anders het dubbele verdient dan jij voor misschien minder werk wat ze doet, doet toch niet aan jouw situatie af? En die dodelijke ziekte. Je voelt je fysiek nog net zoals de dag ervoor. Je hebt alleen kennis genomen van het feit dat je waarschijnlijk op een afzienbare termijn zult overlijden aan die ziekte. Maar is dat juist niet een zekerheid die iedereen heeft vanaf het moment dat hij geboren wordt, dat hij eens zal overlijden? Waardoor voelen we ons zoals we voelen? Blij, verdrietig, boos, teleurgesteld? Komt dat door de situatie? Of komt dat door onze eigen geest? Een interessante vraag.